als je buiten kijkt, dan is het een plaatje. Alle winkels omheen. We hebben nu een hele mooie recreatiezaal. Dus dan kunnen we leuk een bingootje doen. Of een neutje. We hebben 16 woningen woonzorg nieuwbouw. 40 woningen huur, beleggerswoning. En we hebben 37 woningen koop achterin. En dan beneden stadsoffice, stadsloket. Heel erg uitdagend op dit werk was de aansluiting oud-nieuw. En soms ben je wel eens wat ouds aan het slopen en dan kom je voor verrassingen. En dan moet je wat inventief zijn, slimme dingen verzinnen om te zorgen dat het toch constructief verantwoord is, bouwkundig verantwoord. Ja, en dat het nog past in het geheel. 2 jaar geleden begon hier. Ja, toen ik hier kwam, wat mij opviel, dat is dat een woonzorgcentrum midden op het bouwterrein stond. Je bouwt rondom een bestaand bewoond gebied. En dat, dan heb je veel interactie met de bewoners, daar heb je rekening mee te houden. Dat was wel heavy, maar ja. Uiteindelijk is het wel allemaal waard geweest. Ik bedoel, de galerijen zijn opgeknapt, het is geschilderd, alles is nieuw gewoon. Het eindresultaat is prachtig geworden. Dus je vergeet gauw het verleden en je gaat gewoon naar de toekomst.